En het is vandaag de laatste zaterdag van het jaar 2017. Onze nieuwsdienst heeft een kijkje genomen in de binnenstad om te zien of er al een Oroyari-sfeer heerst. De mensen waren niet uitbundig, maar er was toch wel een prettige sfeer, ondanks de regen. Onze eerste stop was bij Optiek Marissa. Kijkers, het is vandaag 30 december, de laatste zaterdag van het jaar 2017. En we zijn nu in de binnenstad, want we gaan kijken hoe de mensen deze laatste dag doorbrengen. Nou, we beginnen nu bij Optiek Marissa. Want we zien dat er een hele gezellige sfeer hier is. Er is ook een bandje, de mensen zijn gezellig bij elkaar hier. En ik denk dat er een feestje gebouwd zal worden. Maar we gaan alvast luisteren naar dat bandje hier. En daarna gaan we praten met de eigenares van Optiek Marissa. Happy New Year! En dat is de sfeer hier in Optiek Marissa. Waar mevrouw Marissa tezamen met haar personeel en familie het jaar 2017 afsluit. Hoe was het jaar voor u? Wel, natuurlijk is er wel een economische toestand in het land. Mijn personeel en iedereen heeft zich 100% ingezet en we zijn er doorgekomen. Helemaal. Zegt u het zelf? Eigenlijk wat zij heeft gezegd is al samengevat. We kennen allemaal de situatie, maar we proberen ons hoofd boven water te houden. Wij allemaal als ondernemers. Ja. Als ondernemers, u zegt het zelf, u zegt het was een economische situatie, maar u heeft u staande kunnen houden. Hoe heeft u dat gedaan? Hard werken. Doorzetten. Dat is het nou eigenlijk. We gaan toch niet weg? Nee, helemaal niet. En nu staat 2018 voor de deur. Wat zijn uw voornemens? Precies zo door te gaan. We gaan nog harder moeten werken, denk ik, in 2018. En we gaan ervoor. We hebben gezien dat verschillende bedrijven zijn gesloten het afgelopen jaar. Marissa staat er nog en u zegt, we gaan nergens. Dus u gaat er echt voor. Ja, we hebben geen keus. We zijn al 30 jaar, langer dan 30 jaar, 32 jaar. En we hebben een grote groep personeelsleden. En we willen, en iedereen zet zich echt in. En zo kan je wel verder gaan. En we zijn een geweldig bedrijf. Wat maakt jullie tot een geweldig? Wat maakt jullie tot een geweld? 30 jaar. Ja? En het gaat blijven bestaan. Heb ik te veel gezegd? Wat zegt u tegen andere ondernemers die twijfelen? Wat zegt u tegen andere ondernemers die twijfelen? Inzetten. En je gaat gewoon door. Ga gewoon door. We moeten doorgaan. Je gaat ervoor. Ja. Die studeert nu en zij wordt ook opticien. We staan hier met de muzikanten die net voor de sfeer hebben gezorgd in Optiek Marissa. En ik heb begrepen dat zijn de blokjes, hè? Ja, blokjes, combo. En jullie sluiten op jullie eigen manier het jaar af. Hoe doen jullie dat? Wat gaan jullie nu nog doen? Nu hebben we nog heel veel te doen. Wanneer we hier klaar zijn, dan ga ik nog met mijn formaties optreden ergens op. Hoe daar, Beekhuizen, daarna Talk of the Town en daarna Lelydorp. Ja. Dus. En jullie allemaal dus, waar ga jij? Ik ga met de band spelen waarin ik ben. Welke band? Stimofo. Oh, Stimofo. Para en daarna Dorop. Ja. En dat is... en jullie gaan door, jullie trekken door. Ja, we sluiten het jaar muzikaal af. En we gaan hem ook muzikaal weer aanpakken. En waar ga jij? Wel, ik ga met Koffloro straks spelen. Jawel. En jij? Mijn huis bij mijn kinderen, vrouw en kinderen. Ik heb al genoeg gespeeld, dus volgend jaar weer. Maar hoe was het jaar 2017 voor jou? Niet zwaar, maar we hebben het gevoel, iedereen heeft het gevoel, het is een beetje zwaar. Maar als je een beetje werkt, ik go dus. Is dit een hobby of is dit jullie werk? Het is mijn leven. Hobby, ja, hobby die van het werk. Hobby die van het werk. Ja. Jij bent ook in de... Oh ja, jij bent die man met die, voor die drum, no? Wat ga jij doen straks? Hallo, oh, is. Je gaat niet meer spelen? Nee, vandaag niet. Hoe was het jaar 2017 voor jou? Het viel mee. Het was wel een beetje zwaar, maar het viel mee. Okay. Ja. Nou, jullie zijn allemaal dus muzikanten. Daar leven jullie van. Nou, heren, all the best. Ook voor jullie. Happy New Year. Zeg het maar. Happy New Year! Blokjes komen.
over the rainbow, way up high. And our dream that we dream, once in a lullaby. Some way I wish up on a star, underneath this golden bar of light. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a beautiful girl. I think to myself, what a wonderful world. Merry, gelukkig nieuwjaar allemaal. En een heel goed einde. U bent? Ik ben Theo. En Theo, u bent dus een straatmuzikant. Ik ben straatmuzikant, ook in Nederland. En ik maak pakketjes en ik stuur ze naar Suriname. En nu met vakantie hier? Ik ben 3 maanden hier en hier ga ik verder met spelen. En dan ga ik allemaal rondbrengen. De pakketjes die aangekomen zijn, die ga ik rondbrengen. Onder andere kinderhuis Samuel. Wanneer u speelt en u heeft geld opgehaald, heeft dat ook een bepaald doel? Ja, het geld, ik geef het normaal aan die meneer die hier zit. Ik ga wat eten kopen, mensen die het nodig hebben. En ik heb het zelf niet nodig. Dus, U haalt ook op voor kinderhuis Samuel? Jazeker, ja zeker. Ik ga ze allemaal meenemen een keer naar McDonald's volgende week. Maar waarom doet u dat? Ja toch, we kunnen het makkelijk missen en vinden het leuk. En in de binnenstad komen we ook een zeeman tegen. En jij bent? Roosenberg Kenny, Ballaman. Oké, Ballaman. Het jaar 2017 is bijna ten einde. Hoe was het voor een zeeman als jij? Voor mij is het wel leuk. Het is de leuke momenten voor mij. Maar aan de andere kant is het niet weer leuk voor mij, weet u. Want we moeten weer op donder op zee. Dat, dus we moeten voor onze leven kijken. Hè. Ja, dus. About geld. Ja. Ja, dus dat alleen zei. Dus, maar Suriname, ik hou van Suriname. Okay. Dat, wat ben jij? Ben je Surinamer? Surinamer. Ik ben een Indiaan. Oh, je bent een Indiaan? Ja, van welk dorp? Ik ben van Marowena. Okay. Ja, Marowena. Dus ik wil people zeggen van, niemand jullie rustig aan. Ja, nu weer is, mensen heeft dat gedaan voor een nieuwjaar. Niet Jezus, maar ik ben Jezus. Wie is Jezus? Ik ben Jezus. Kom je erbij? Omdat Jezus heeft mijn kracht. Ja. Je zegt Jezus is in jou. Ja, in jou. Okay. Ja. Okay, nice. Ja. En wat is je nieuwjaarswens? Ja, Surinamers, neem jullie rustig aan. U ziet, de politie is hier ook op de been en de politie zorgt voor de veiligheid. Meneer de agent, goedendag. Hoe gaat het met u? Goed, dank u. En de veiligheid is gegarandeerd in de binnenstad? Jazeker. Heel veel politieagenten op de been? Jawel. Hoe sluit u het jaar 2017 af? Zo, thuis, met mijn gezin. Thuis? Ik ga niet feesten? Nee, ik kom niet van de drukte. Ja. Okay. Maar valt het mee, geen noemenswaardige zaken hier? Nee, niet. Het is wel veel mensen op de been, maar voor de rest is het wel rustig. Marode, 2017 is ten einde. Wat is je wens voor 2018? Ik hoop dat alles goed gaat, wat meneer Bouters zegt. Ik hoop dat alles goed, het land gaat draaien, goed draaien. En dat de mensen goed kunnen leven, ze kunnen goed kijken uit de portemonnee. Ik zou wel blij zijn dat alles goed gaat. Dan kunnen mijn kinderen ook leren van mij en mijn vrouw. Want nu is het heel anders nu. Ik moet 30 kinderen zitten denken om iets te kopen, om mijn kinderen te verzorgen. Ik hoop dat in 2018 dat alles goed gaat. En een paar mannen in het, achter meneer Bouters. Maar hij moet ze veranderen. Hij moet ze veranderen. Ze zaten te veel in problemen. Hij moet ze ook echt de groeten van 72 jaar. Dat je verstand ook een beetje gebruiken. Ik ben lid van de NDP. Maar laat hij een beetje dingen voor die mensen doen. Laat hij niet beloven. En we wensen dat de 50-plussers die op de straat zijn te hosselen ook aan een stuk grond kunnen komen, in aanmerking voor een stuk grond kunnen komen. Want zo, als het land zo door blijft gaan, weten we dat we niet in aanmerking komen voor 50-plussers om een huis te huren momenteel. Moet je 850 FCD betalen. En dat maken we niet.
We wensen van de president ook 50-plussers in Amerika kunnen komen. Voor alles is een kavel dat wij zelf kunnen gaan bouwen. Dat is onze wens. En we wensen de president het allersterkte in 2018. En wij hopen dat hij zal nadenken wat hij zal doen in het nieuwe jaar die komt. God zegent u allen. Happy New Year! En ik hoop dat 2018 alles goed gaat. Kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van dit verslag vanuit de binnenstad. Ik zei het al aan het begin, vandaag is zaterdag 30 december, de laatste zaterdag van het jaar 2017. U heeft de sfeer gemerkt, het zit er helemaal in. De mensen, wat er ook gebeurt in het land, de mensen sluiten feesten en gezellig het jaar 2017 af. Tot zover het verslag vanuit de binnenstad. En de doorsnee reactie was dat de economische crisis een domper heeft gelegd op het afgelopen jaar. Toch laat men het hoofd niet hangen en gaat men voor het allerbeste in 2018. Namens het hoofd en personeel van ATV wensen wij u het allerbeste toe in het nieuwe jaar. We danken u voor de kritische feedback op het nieuws en hopen dat u ook het komende jaar afgestemd zal zijn op ATV. Altijd een goed idee.